Iris van Huisje in Overijssel. En ik ben Naomi. Wij mochten een video opnemen voor de Action waarin te zien is hoe wij een woonkamer een makeover geven. Vind je deze video nou leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Wij zijn ondertussen aangekomen in de Action en wij gaan even wat leuke spulletjes uitzoeken. Dit is heel leuk, mooie kleur. Iris heeft inmiddels al wat leuke vloerkleedjes gevonden. Dit vind ik dus heel leuk om in de badkamer door te leggen. Ze hebben er eentje in zwart en eentje gewoon in de neutrale kleur. Heel leuk. Echt zo'n jute. Het is ook wel een fijn stofje of stof, niet? Ja. Ja. Deze vind ik ook leuk, die wat groter. Heel mooi. Dat past ook heel goed in jouw huis, hè? Je hebt ook allemaal neutrale kleuren. Ja, heel leuk. We zijn nu dus even op zoek naar een leuk kleedje op de bank. Ik vind dit kleurtje wel mooi. Denk ik op deze. Welke vind jij het mooist? Ja, ik zou echt voor die warmere kleur gaan. Dus deze? Ik zou of die of deze. Ja. Ik heb net dit vloerkleed gevonden. 1,33 x 1,90. Heel mooi. Moeten we even kijken of dat matcht bij de spullen die we al hebben. Ja. Op zich zou dit nog wel kunnen. Ja. Nou, met het houten buik geeft het een beetje warmte. Ja. Met een hele grote kussen. Ja, dat matcht ook, ja, hoor. Dat is wel leuk. Denk ik wel. Leuk, dan doen we die ook. Ja. Oh, deze is heel leuk. Heel erg. Ja, die past ook echt perfect bij het vloerkleed. En welke ik dan weer heel leuk vind, is deze. Oh ja. En dan kunnen we mooie warme kaarsen opzetten. Deze bijvoorbeeld? Ja. Heel leuk. Ja, kijk. Deze side table. Die vind ik ook heel mooi. Heel tof, met een vaas met inderdaad leuke pluimen erop. Ook altijd goed. Allereerst hebben we dit kleed gekocht. Een heel mooi fluffy kleed, wat je eigenlijk nog wel vaker volgens mij ook wel bij andere winkels voorbij ziet komen. Maar ja, dit is echt een koopje, want hij is maar €34,95. En wij vinden hem heel leuk staan. Dat zul je wel straks zien in het resultaat hoe hij eruit ziet. We hebben nog een heel mooi plaid gekocht in een, ja, een beetje een beige-achtige kleur. Die vonden we heel mooi bij het geheel passen. Geeft net wat meer warmte aan het sfeertje. Ook hebben we gekozen voor twee glazen. Ze zijn super stevig en je kon kiezen uit twee verschillende patronen. Wij zijn voor deze gegaan. Ja. En ze zijn €1,33 per stuk. En het kleed is €7,95. Ja, klopt. Daarnaast hebben we ook nog dit grote kussen gekozen. Kussen geeft toch ook altijd wat sfeer en wat warmte in de ruimte. Vandaar ook deze mooie neutrale, maar toch wel warme kleur, wat ook weer bij het kleed past. En dit kussen was €7,95. Daarnaast hebben we ook nog twee kleinere kussens gekozen. Ook vrij neutrale print. De binnenkussens moet je apart kopen van de hoes. Dus let daar wel op. Tip, let goed op het formaat van de kussens. Zodat je niet thuis komt met het verkeerde formaat. En deze waren €1,66 voor binnenkussen. En €1,99 voor de hoesen. Ten slotte hebben we nog kaarsen gekocht. Om de boel gezelliger en warmer aan te kleden. Ja. Deze kaars hebben we gekocht met een bruine leather look. Hij was €5,79. Je had hem in verschillende printjes. Even van dichtbij laten zien. En dan nog deze tekenhouten plaid. Daar hadden we eigenlijk bedacht dat je die daar bovenop kon zetten. En deze was €2,99. Daarnaast hebben we ook nog deze robuuste kaarsenhouder gekocht. Met ruimte voor 4 kaarsen. We hebben gekozen voor een houten look, omdat het ook wat meer, nou ja, warmte geeft aan de ruimte en ook sfeer. En daarnaast hebben we deze kaars erbij gekozen met een soort twist, twirl. Via dezelfde kleur, omdat het toch wat meer, ja, wat meer rust geeft. Dit is de huiskamer before ons makeover. Shoppen, dat kan. Ga dan even naar de Action. Action heeft wel een snel wisselend assortiment, dus het kan zijn dat sommige producten uitverkocht zijn, maar er is genoeg ander leuks, ook wat erop lijkt. Ten slotte willen we even weten welk product jullie het leukst vonden uit deze shoplog. Laat het even weten in de comments en vergeet op deze video niet te liken en te subscriben op Action. Daarnaast kun je ons ook opzoeken op Instagram. Mijn Instagram is Naomi Kampinga. En mijne is Huisje in Overijssel. Tot de volgende video. Bye!